Welkom bij deze aflevering van Tumult. In de eerste aflevering gingen wij kijken bij drie producties in aanloop naar de Cultuurnacht. En nu is het Cultuurnacht 2016. We gaan in ieder geval diezelfde projecten weer bezoeken vanavond. En daarnaast gingen we ook nog op heel veel andere plaatsen kijken. Hallo. Hallo. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel leuk. Ja? Was je aan het voelen hoe het gemaakt is of zo? Ja, want we weten niet wat voor spul het is. En nu weet je het inmiddels al wel een beetje? Nee. Skaten is dit voor de eerste echte kindercultuurnacht burgemeester. Naast mij staat de nachtburgemeester Martijn. Maar naast ons, tussen ons in, staat de kersverse eerste vrouwelijke burgemeester van Breda. Hoe oud ben je eigenlijk? 11. Hier, kun je nagaan. 11. Hey. Ik ben wel een beetje jaloers. Ja, ik ook eigenlijk wel. Nou Elisa, wat ga jij nu direct eerst doen? Nou, ik ga eerst het programma aflopen dus. En ik mag bij de wethouder op bezoek. En ik weet niet of ik nog meer persmomentjes krijg zoals deze. Ja, helemaal volleerd, hè? Ja, dat is echt. Misschien moet ik op les bij jou, denk ik. Kun jij een beetje in het kort vertellen wat jullie zo belangrijk vinden? Dat kinderen veel aan kunst en cultuur mogen en kunnen doen. Ja. En dat kunst en cultuur vooral in het straatbeeld moet voorkomen ook. Wat gebeurt hier? De kunstkameraden, dat zijn kinderen die hebben samengewerkt met kunstenaars, Breda's kunstenaars. En de kinderen die wonen in het AZC in Breda. En hoe is het gegaan? De resultaten vind ik erg bijzonder, want wij hadden eigenlijk verwacht, het zijn vluchtelingen, kinderen die komen uit Syrië of uit Eritrea, dus die hebben heftige dingen meegemaakt. En het zijn eigenlijk hele kleurrijke kunstwerken geworden en dat is eigenlijk wel heel bijzonder. All the colors are crackling, the leaves are alive. Sylvie, waar kom je vandaan? Ik kom uit Syrië. En hoe lang ben je al in Nederland? 7 maanden. 7 maanden, ja. En jij hebt iets gemaakt? Je hebt geverfd met Ecoline. Ja, ik noem het een new life. Omdat ik ga naar Nederland, ik moet in een new life beginnen. En de rozen is heel mooi voor mij. En heb je er lang naar uitgekeken deze avond? Ja, dat ik wil zien mijn tekening en wat alle mensen zeggen. Ja. Het is echt... En wat zeggen ze allemaal? Heel mooi! Nou, goed zo. Nou, heel veel succes en dank je wel. Dank u wel. Loopt het project nog door of was het tot de cultuurnacht? We hebben te horen gekregen dat we door mogen. En we hopen nog met veel meer kinderen door te gaan. U bent iets aan het verkopen? Nou, we zijn eigenlijk de artikelen aan het verkopen zodat we geld kunnen inzamelen voor de kinderen in het AZC. Dat is hartstikke mooi. En doe je dat de hele avond?
Ja, we mogen best wel laat hier zijn. En, ja. De hele, dus je mag laat op? Ja. En jij, wat heb je al veel verkocht? Nou, bij elkaar hebben we wel heel veel verkocht, ja. En we gaan een goede kant op. Nou, super. Heel veel succes, jongens. Dankjewel. Danique, je bent een van de studenten die dit gemaakt heeft. Ja. Hoe gaat het vanavond? Ja, het gaat goed. Heel veel mensen zijn echt super enthousiast. Veel bezoekers heb ik gezien. Hoe gaat het met de installatie? Werkt het allemaal? Ja, het werkt over het algemeen wel. In het begin hebben we wat moeilijkheden gehad omdat het heel hard regende. Maar die zijn inmiddels opgelost. Dus, ja. Rinus Baudin, voorzitter van de Stichting Grote Kerk. Hoe is het in de Grote Kerk? Nou, ontzettend druk. We hebben elke voorstelling zit helemaal vol met 350 man. En zijn allemaal razend enthousiast over hetgeen wat Jacques Timmermans heeft neergezet met de stilte. Stilte, je had het al aangekondigd op de televisie. En dat is inderdaad het snoepje van de cultuurnacht. Wat ga je zelf nog kijken? Ik ga dadelijk naar het Chassé Theater. En we gaan nu naar de show kijken die hier losbarst. Zien. Wat vond je ervan? Verrassend, hè? Want je ziet heel veel witte buizen staan en je hebt geen flauw idee wat er gaat gebeuren. En het feit dat ze dan toch uiteen gaan en toch op een hele simpele manier best een duistere sfeer kunnen creëren. Ik weet niet of dat het idee was, maar dat vond ik toch wel knap. Heel mooi met de muziek en zo, die vond ik wel heel erg apart. Ja, innoverend gevoel in ieder geval. Ik vond de combinatie van beeld en geluid en licht vond ik prachtig, mooi. De regen was gelukkig weg en we hebben begrepen het ook weer van Sint-Joostus, dit verhaal. Dus we zijn er erg aangenaam verrast. Trots als oud-leerling, zeg maar. Absoluut. En ik voel de oude roots weer terug en hij is nooit doodgegaan, dus hij gaat gewoon keihard door Sint-Joost. Nu ben ik er wel blij mee dat het gewoon blijft herhalen. We hebben net Lucifer Slagwerk gezien. Wat vonden jullie ervan? Ja, geweldig, want een overbuurvrouw van ons doet mee. Dus we kwamen ook speciaal naar haar kijken. En dat was helemaal geweldig. Ik wou dat ik het kon. En zijn jullie vandaag voor de eerste keer op de cultuurnacht of zijn jullie fervente cultuurnachtgangers? Nee, we zijn vandaag voor de eerste keer. Heb je nog een andere route of andere dingen die je echt wil zien vanavond? Nou, ik heb ook gezien dat bij verschillende boekhandels dat er ook gedichten worden voorgedragen. Graag de Grote Kerk. Daar is ook met name iets met dans en daar willen we graag ook even heen. Dus daar gaan we zeker nu naartoe. Oké, dankjewel. Fijne avond nog. Dankjewel.
Wat vond u ervan? Nou, ik vond het echt prachtig. Ik bedoel, ik kende de stilte al wel en het is gewoon internationaal heel goed dansgezelschap. Ik weet dat ze heel veel plekken al opgetreden hebben ook. En ik vond het in deze entourage komt het natuurlijk wel heel mooi tot z'n recht. Dus ik vond het een hele mooie combi ook met het orgel, want kerkorgel hoor je ook niet zo vaak. Dus ik vond het echt een hele mooie voorstelling. Aan het begin had ik zoiets van, wow, wat gebeurt hier op het podium? Op een gegeven moment toen die mensen begonnen te dansen en de muziek, ik vond het een heel mooi symboliek van het oude en het nieuwe in zo'n schitterende kerk. Het heeft me geraakt, het heeft me zeker geraakt. Ja. En dans, ga je normaal naar dansvoorstellingen of is dit nieuw? Of? Eigenlijk niet, het is eigenlijk de eerste keer dat ik echt een balletvoorstelling heb gezien, dus het was voor mij wel iets nieuws. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen, om te zien, ja zeker, zeker. Indrukwekkend, ik kan niet anders zeggen. Dus de muziek was geweldig en overdonderend. En ik moet ook een compliment geven voor de dansers, want dat was ook fantastisch. En de entourage? Ja, kijk, als Bredanaar ben je dus hier gewoon trots op. Dat is heel simpel. Ik vind het prachtig. Ja, en vooral de manier waarop het nu is aangelicht, geeft een totaal andere kijk weer op die kerk. En dat is ook wel heel bijzonder. Trotse Bredanaar? Zo, niet zo'n beetje. Het is dat ik elk moment van elke voorstelling weer opnieuw kijk en bezig ben en ook verander. En ik hou van de details. En dan is er elke keer weer iets wat we verbeteren. Dus je bent eigenlijk vanavond nog bezig om het te verbeteren? Ja. Nog ja. Beter? Ja, ja. Ik bedoel, als je niet naar het hoogste streeft, dan doe je niks. U bent de vaste organist van de Grote Kerk. Hoe ging het vanavond? Nou, niet slecht. Verschillend per voorstelling, andere dynamiek, ander publiek en het tempo wat hoger, wat lager, maar alles bij elkaar denk ik heel fraai. Ja. En de compositie, hoe is die tot stand gekomen? Uit de dialoog met Jacques. Jacques Timmermans weet heel goed wat hij wil, wat voor sfeer hij wil bij het beeld.
En dat probeer ik dan te vertalen in muziek. Dus deels zijn dat bestaande stukken en deels is dat improvisatie. Het publiek is enthousiast. Heeft u het zelf ook naar uw zin? Ja, het is fantastisch om te doen. Het maakt dat het orgel op een andere manier te horen en te zien is dan in een traditionele setting. En dat vind ik heel leuk. Ja. Voor deze aflevering, het einde van het programma. Wat vond jij ervan van vanavond? Nou, ik vond het echt super. En ik vind het ook leuk dat de mensen toch zijn gekomen, ondanks het niet al te beste weer. Maar, Volgend jaar kom je weer? Volgend jaar ben ik zeker weer van de partij. Jij ook? Nou, zeker weten. Oké dan. Proost. Bedankt, tot ziens en tot tumult.